Hey, stop waarmee je bezig bent. Yo, hey, what the fuck, stop even met alles. Dit is een code rot. Stop. Hey, this is a real code red. Ik weet niet of jullie klaar zijn, maar ojo. Ik zie jullie allemaal kijken naar mijn haar. De code rot gaat zwaar niet daarover. Dat is ook een code rot, maar het nieuws dat ik heb, joh. Snap King zit fucking locked op in de gevangenis. Niet zomaar in de normale gevangenis. Snap King zit locked op in jeugddetentie. Toen ik dit voor de eerste keer las, ik dacht ook van, Hailin. Hailin heeft hier zelf iets over geschreven. Besef hoe serieus dit is. Vlogger Snap King krijgt jeugddetentie voor bedreiging en mishandeling. Free Snap King. Tim van Teunenbroek, bekend als vlogger Snap King, is veroordeeld tot 3 maanden jeugddetentie, waarvan 2 maanden voorwaardelijk voor het mishandelen en bedreigen van onder andere zijn vriendin en haar vader. Snap King, man, what the fuck you doing? Maak deze video niet enkel om te lachen met hem, maak deze video eigenlijk echt gewoon om meer te lachen met hem dan er nu al gelachen wordt. Oh, hey. Snap King, man, what happened? Zoals we allemaal weten had de laatste jaren niet zo goed met Snap King. Na alles waar in 2016 is gebeurd met de AWR gang, na Famke Louise volledig solo is gegaan en hem volledig heeft laten zitten, nadat hij in elkaar geklopt is in een bokswedstrijd. Ga enkel nog bergaf met deze guy. Op dit moment, terwijl ik deze video aan het maken ben, zit hij vast in de jeugdgevangenis. Tussen kinderen die assie dealen. Daar zit hij dan. Voor mishandeling van vriendin en haar vader. Free Snap King. Nu, wat heeft hij precies gedaan? Vlogger verplicht minderjarigen mee te werken met seksfilmpjes en stuurt beelden naar haar familie. Is vandaag veroordeeld wegens het verspreiden van naaktfoto's van een minderjarig meisje die hij naar klasgenoten en familieleden stuurde. Ook mishandelde hij haar voortdurend. De rechtbank in Lelystad legde de 22-jarige Tim 3 maanden jeugddetentie op, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Ik las dit voor de eerste keer en ik dacht van, hè? Zo kindergevangenis, maar hij was dus gewoon minderjarig toen hij die feiten gepleegd had en hij is nu pas goed uitgekomen. Dus hij is nu 22 en hij zit dus echt tussen kinderen die een beetje assie gedeeld hebben ofzo. Net de overval hebben gedaan op een nachtwinkel, ik denk wel. Jullie kunnen zeggen van YouTubers wat je wil, maar deze guy heeft een lijst van dingen. Ik kan hier niet aan tip hoor, ik heb problemen gehad met reclame shit. Ik heb problemen gehad omdat ik ben ingebroken in de school, maar dit, Free Snap King. Nu is er zo grappig hier aan. Hij is niet enkel veroordeeld voor 3 maanden jeugddetentie. Ook hebben ze een psychiater aangesteld om eens te checken of er niks verkeerd is met zijn hoofd. Op YouTube zag wel al super lang dat deze guy echt gewoon een debiel is. Dat hij echt een rand is. Dat hij kankerachterlijk is. Nu is dit dus wetenschappelijk vastgesteld dat dit echt zo is. We moeten niet meer zeggen dat hij een kankerdebiel is. Want het is nu gewoon een feit dat hij een kankerdebiel is. Van Teunenbroek is door een psychiater als zwakbegaafde gekwalificeerd en was tijdens het plegen van de strafbare feiten verminderd toerekeningsvatbaar. Wat dus betekent dat Snap King een mentale beperking heeft. Je moet er niet meer mee lachen, want het is niet grappig, het is gewoon zo. Snap King heeft een mentale beperking. Snap King heeft dus een lichte mentale of een lichte verstandelijke handicap. Dit is een IQ van 60. Ik weet niet wat dit betekent, maar in Nederland zou hij worden toegelaten op een SBO-school. Ik zag dit al een paar jaar op YouTube, dat hij echt achterlijk is en dat hij niet kan, dat je maar normaal functionerend brein zo dingen op YouTube zet. Maar dus is Snap King de broer van rapper Source. Kijk, het kan. Hij wordt veroordeeld. En hij kan op de een of andere manier nu aantonen dat hij een lichte mentale beperking heeft. Dus wij mogen ook nooit meer filmpjes maken waarin we lachen met hem, want hij heeft de ziekte. Hij kan er niks aan doen, hij is zo geboren. Al die video's die hij heeft gemaakt op YouTube toen, dat was niet de bedoeling. De rechter heeft hem nu zelf ontoerekeningsvatbaar gesteld voor alles wat hij heeft gedaan in die periode. We kunnen zeggen dat hij gewoon niet zo helder aan het nadenken was, omdat hij dat gewoon niet kan. Free! Free hem, man. Free. Ik had al lang door daar iets mis was met hem. Elke keer als ik een video maakte waarin ik lachte met hem, ik dacht, dit voelt niet zo goed, man. Het is alsof ik het slaan met echt iemand die blind is of zo. Famke Louise heeft dus een relatie gehad met iemand die een zware achterstand heeft. Famke Louise had hij niet door. Volgens mij is Famke Louise, jij part of the gang, man. Is die shit besmettelijk? I don't know, I think so. Maar het heeft dus wel weer enorm zijn voordeel gewerkt. Hierdoor had hij minder lang in de gevangenis moeten zitten. Nog steeds niet echt dat de link is tussen vlogger verpleeg met minderjarigen mee te werken aan seksfilmpjes en stuurt de beelden naar haar familie. What the fuck is de link tussen die dingen en zwak begaafd zijn. Waarom krijg je strafvermindering als je zwak begaafd bent? Mag je dat wel ineens mensen mishandelen en shit? Free Snap King! Free Moreno! Maar ik moet oppassen wat ik zeg, want anders komt slachtofferhulp naar mijn huis en zeggen ze dat ik niet mag lachen met mensen met een handicap. Check, het is Snap King. Je mag doen wat de fuck dat ik wil. This guy, free hem. Dit is nog steeds een Code Rot, by the way. Onze favoriete vlogger. Locked op. En heeft een verstandelijke beperking. Het is nu gewoon officieel. Hij is gewoon kankerdom. Ik denk dat het voor mensen met een verstandelijke beperking niet zo makkelijk is om andere talen te spreken. Snap King heeft het toch geprobeerd. Meerdere keren. Van in deze clip toont hij gewoon aan dat het even mogelijk is om 4 talen door elkaar te spreken en nog steeds onverstaanbaar over te komen. Dus get well soon, Snap King. Ik ben Tim. Ik kom uit Holland. Ik ben YouTuber. Dit is Duits. Ja, het is geen Duits, het is Nederlands. Maar hij probeert Duits hier. Ik was Snap King, ik ben nu Ich die Team. Ich die Team. Ja, dit was Duits, denk ik. Oh yes, is goed.
Ah, ik weet niet. Ze gaat denk ik een tolk erbij halen. Ze gaat denk ik een tolk erbij, wat? Vroeger dacht ik altijd van, hé, what the fuck, waarom zou je dit doen? En nu snap ik het dan. Hij heeft gewoon zelf niet door dat hij echt domme dingen aan het doen is. Voor hem is dit gewoon de normale gang van zaken. Maar dus, hey, Tim, get well, man. Bonjour. 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 En hij is Frans. Oh yes, bonjour. Wait a second. I come into the from side. I give this to the boss. It's from me, from the boss, from sorry. It's this to the boss. It's from me, from the boss, from sorry. Tim zegt sorry. Dit is from me, from the boss, from a Chinese woman. Hij zei van fuck you, swinehood. En dat soort. We mogen niet lachen met mensen met beperking. Wat de fuck zijn jullie aan het lachen? Zag ik daar in de lachen op je. What the fuck? Snap King heeft dus ooit een filmpje gemaakt waarin hij lachte met mensen met Down syndroom. Dit is even erg. Ik weet niet eens of ik deze video ga maken, man. Maar op de andere kant. Hey, fuck dat, man. Fuck it, Snap King. Ik wil een sorry zeggen tegen al deze womans. En ja, eigenlijk. Hoe zeg je sorry in Duits? Ik denk ook niet dat je deze dingen kan als je gewoon 100 in je hoofd bent. Hoe hij hier staat met dit zelfvertrouwen, dit te roepen. Zijn gewoon nog steeds een paar hersencellen in zijn hoofd die hier denken dat mensen echt verstaan wat hij aan het zeggen is. Dan zeg je sorry in Duits. Dat weet ik zelf, yo, don't blame me als ik het verkeerd heb. Entschuldigung, zoiets denk ik. Entschuldigung. Echt schoolen doen. Is schoolen doen, yes. Is schoolen doen. Is schoolen doen. Eschkelle! Hier is een bloemetje. Yes, excoolen doen. I don't understand what you're saying. Ja, excoolen doen. Eschkelle. Snappy. Ik vind het echt heel jammer dat hij zelf niet mag reageren op wat er allemaal aan het gebeuren is nu. Hij heeft echt nog nergens iets gezet hiervan. En like, het is normaal, maar hij mag er niks van zeggen. In elke andere situatie, moest er met mij zoiets gebeuren, dat ik het eerste wat ik doe is een video maken hierover. Hij mag niet. De rechter heeft letterlijk gezegd dat hij er niks over mag zeggen op al zijn social media. Weet je hoe kut hij is? Like, hij zit nu locked. Hij mag hier niks over zeggen. Dus daarom doe ik het in zijn plaats. Hey, Snap King. Hey, Snap King. We kunnen nu gewoon naar alle oude Snap King filmpjes kijken met een volledig andere blik. Nu snappen we waarom hij het deed. In zijn hoofd was dit gewoon normaal. In zijn hoofd lijkt het gewoon dat like, hij was niks verkeerd aan het doen. Kan hem nog zeggen met een neuspiercing die er shit uitziet? Mevrouw de heks. Grappig, hè? Ja, je kan komen. Wow. Oh. Nou, dat is een mevrouw die mij filmt met de iPad. Sla straks de hele kanker iPad uit de kankerhanden. Ja, ik stuur hem. Hey, kijk man! Ja, joh, jij gaat er charmant op uitzien op YouTube. Ik ga dit niet serieus nemen, dit keer. Ja, wat is dit allemaal? We weten nu wat dit allemaal is. Het is niet zijn bedoeling om deze mensen te kwetsen. Het is helemaal niet zijn bedoeling om deze mensen met spot op internet te zetten. In zijn hoofd was dit gewoon allemaal normaal. Hij heeft de IQ niet om te snappen dat dit niet kan. En dat dit een beetje fucked is voor die mensen. Daarom moeten we Snap King met een beetje meer zorg en een beetje meer liefde behandelen dan al de andere YouTubers. Want ik kan hier niks aan doen. Weet je hoeveel geld ik betaald zou hebben om ook in die rechtszaal te zitten? Gewoon te horen wat die rechter allemaal heeft gezegd. Vooral wat zijn advocaat allemaal heeft gezegd. Wow, het zou wel nog een gekke Snap King move geweest zijn. Moest je ticketjes kunnen kopen voor zijn rechtszaal. Hey, Snap! Free! Excellent! Can I look your ass? There, turn. You have a great ass. And, yes. Do you wanna fuck me? Of course. You wanna fuck me? How much? I want a horny. Grappig staan alle beelden waarin hij andere taal aan het spreken is. Dus gewoon dat hij zelf ook helemaal niet door heeft wat hij aan het zeggen is op die moment. Het klinkt gewoon juist in zijn hoofd en daarom komt het er zo makkelijk uit. Dat is eigenlijk wel de key, man. Het laatste filmpje dat ik heb gezien van Snap King was een interview met Herman Brusselman. Ze gingen zijn mama gaan interviewen en ze vroegen gewoon aan zijn ma van ja, wat heb je eigenlijk allemaal overgehouden aan alles wat er is gebeurd. Zijn ma zat echt gewoon doodserieus in die camera van ja, ik ben heel veel vrienden verloren. Die wouden niet meer bevriend zijn met mij door mijn zoon. I'm doing great, mom. Mom! Mam! Hij komt zeker uit een asociaal gezin en wow. Zijn ASO-ouders, daar heb je het van, nou ja, ja en dat doet wel zeer. Ja. Ik zag deze video voordat ik wist dat je mentale beperking had. Zie ik dit en hier denk ik dan weer gewoon van, like, het was allemaal een rolletje, heeft het allemaal gewoon gespeeld. Kan niet dat hij echt een mentale beperking heeft, dan heeft hij dat waarschijnlijk gewoon zo uitgespeeld in de rechtbank, omdat het gewoon klopt en omdat de rechter echt gewoon nog kan snappen dat hij een mentale beperking heeft. Die daardoor zoiets hadden van, ik sta zo niet achter wat Tim maakt, dat is voor ons een reden om ook niet meer met de ouders van Tim absoluut bevriend te zijn. Ja. Ja. Vind je dat lastig dat jouw ouders zich heel vaak hebben moeten verdedigen? Jawel, het is over hetgeen wat jij hebt gemaakt. Het is niet leuk als het naar buiten komt dat je zo'n rotje. Ja, hier is nou weer gewoon die classic. Dan wel weer die classic Snap King reactie. Het helemaal misschien niet zo bedoeld had en als je daardoor. Snappy! Het hele verhaal, de hele storyline van alles waar tussen Snap King en Aweer en mij is gebeurd en shit. En dit is een tijdspanne van 3 jaar. Dit is het einde van de hele storyline. Like Snap King locked up Armo in Los Angeles. Femke Louise, like killing the whole game. Fucking Ronnie Fleck. En ik hier.
gewoon chillen. Kijk, als je ons allemaal naast elkaar zet nu, ik verdien misschien niet het meeste geld, maar ik denk dat ik wel het gelukkigste ben van iedereen. Het waren 3 mooie jaren, want ik heb veel gelachen met jullie. Maar ik moet nu al mijn lachjes terugnemen, want als er 1 quote is die ik wil zeggen in deze video: we lachen niet met mensen met een beperking. Sorry voor alle moppen die ik heb gemaakt over jullie. Ik wist niet dat jullie er niks aan konden doen. Het waren 3 mooie jaren, man. Bedankt. Ik ga niet zeggen dat jullie mijn kanaal hebben gemaakt, maar we the great together. Het was nice, man. Het waren 3 fucking likes hier. Dan kan ik jullie wel vertellen dat ik niet kom. Ik doe dat ook niet als hobby, dat is mijn fulltime job. Je krijgt de PlayStation versie ook, man. What the fuck? Als ik een samenwerking heb, moet ik een heel team. Wat zeg je allemaal? Wat is dit voor shit? Ze vraagt, jij wil niet Insta-famous worden. Er zegt iemand nee.